kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, ik heb een leuk lapje, een leuk patroon weer vandaag, vind ik. De granny hebben we al wel eens, de granny square hebben we al wel eens gehaakt en de granny stripe. Nou, de granny stripe is heen en weer met drie stokjes in clustertjes. De granny square is in vierkantjes, steeds groter bouwen. En nu gaan we een asymmetrische granny maken. Nou, en dan begin je in deze hoek met de granny square zoals ik die eerder heb laten zien. En dan bouw je hem één kant op uit. Dus net een leuke andere variant. Ik wens je weer veel plezier met het haken. En bedankt voor het meedoen. We starten met het haken van vier lossen. En die sluiten we met een halve vaste tot een ring. 1, 2, 3, 4. En die sluiten we tot een ring. Drie lossen. Dat is het eerste stokje. Ga je er nog twee stokjes naast haken. Drie lossen. En nog twee stokjes, of drie stokjes er weer naast. 1, 2, 3, 3 lossen, 3 stokjes er weer naast, alles dus in de ring, 3, 3 lossen, en dan nogmaals 3 stokjes, zodat je in totaal 12 stokjes hebt in de ring, met steeds 3 lossen ertussen. 2, 3. En we sluiten hem met een halve vaste in de derde losse aan het begin van de toer. Nou, wat ik mooi vind is altijd vanuit het hoekje te werken. Dus we gaan even met halve vaste naar de hoek toe. Zo. 3 lossen is je eerste stokje. Nog 2 stokjes ernaast. 1, 2, 3 lossen. 3 stokjes. Deze stokjes slaan we over. Dan gaan we in de volgende hoek weer 3 stokjes, 3 lossen, 3 stokjes haken. Drie lossen. En 3 stokjes. Deze slaan we weer over. En dan weer in de volgende hoek. 3 stokjes. 3 lossen. 3 stokjes. Die slaan we weer over. Drie stokjes. Drie lossen. Drie stokjes. En we sluiten hem met een halve vaste zonder lossen ertussen. In de derde losse van het beginstokje. Nou, normaal gesproken bij een granny ga je nu gewoon lekker doorhaken met steeds een heel rondje. Maar dit wordt de asymmetrische granny. Dus we gaan het nu op een andere manier aanpakken. Nou, we gaan weer even naar de hoek toe. En dat doen we nog een keer. En nog een keer. Zodat je echt in de hoek komt. Nu haak je 3 lossen. Dus in dit stukje heb je 2 halve vaste nog een keer eromheen gehaakt. En dan ga je er nog 2 stokjes naast haken. Dan zijn dit zeg maar 3 stokjes geworden. Nu ga je tussen de 2 groepjes met 3 stokjes ga je ook weer 3 stokjes haken. 1. 2, 3.
En in de hoek geef je 3 stokjes. 3 losse 3 stokjes. 2. 3. 3 losse. 3 stokjes. Tussen de 2 groepjes ga je weer 3 stokjes haken. En aan het eind doe je niet 3 stokjes, 3 losse 3 stokjes, maar alleen maar 3 stokjes. Nou heb je het eerste deel. Nou, nu gaan we met 3 stokjes omhoog. Of 3 losse omhoog. Dat is zeg maar je eerste stokje. Je draait je werk. Nou, en wat je nu nog doet is nog 1 losse om opzij te gaan. Dan ga je tussen de 3 stokjes, ga je weer 3 stokjes raken. En dat doe je telkens tussen de 3 stokjes in. Op de hoek 3 stokjes, 3 losse 3 stokjes. Tussen de 3 stokjes ook weer 3 stokjes. Hier tussen weer 3 stokjes. Eén losse. En een stokje in de derde losse van, van het beginstokje in de vorige toer. 3 losse. Dus het eerste stokje. Gaan er nog 2 stokjes bij. 3 stokjes tussen de stokjes. Nog een keertje. In de hoek 3 stokjes, 3 losse 3 stokjes. Tussenin weer steeds 3 stokjes. Ja, dat is ook hoe het granny patroon werkt. En aan het eind ook weer 3 stokjes. Waarvan je de eerste 2 erin haakt. En de laatste in de losse, zodat je een mooiere zijkant krijgt. Kijk, die erin en de laatste in de derde losse. Excuus. Kijk, nou zie je al de granny groeien, maar in plaats van dat je steeds rondjes eromheen haakt, haak je heen en weer, alleen langs deze kant, en dan groeit hij die kant op, waardoor je een asymmetrische granny krijgt. Nou, we gaan nog even door. 1, 2, 3 met 1 opzij. En dan gaan we er weer tussen haken. En zo zie je dat je met crannies van alles kan variëren. Drie losse en weer 3 stokjes in dezelfde losse opening.
3. 1 losse en een stokje in de derde losse. Zijn we weer een stukje verder. Nou, we zijn er nog niet. Want dit is ongeveer de grootte waarop die moet worden. Dus we moeten nog een paar toeren. Kijk, en ik vind het wel leuk. Tussendoor ben ik de randjes aan het haken. In een ander filmpje zie je dat ook. En hier zie je hoe leuk de lapjes dan worden. Leuk, hè? Sorry, was even een tussendoortje. Een slokje thee tussendoor. Nou, gaan we weer 3 lossen. Eerste stokje. 2 stokjes ernaast, zodat je weer op de 3 stokjes komt. Drie stokjes er steeds tussen. Drie stokjes, 3 lossen. 3 stokjes in de hoek. Steeds 3 stokjes ertussen. Dat is hoe het principe van de granny werkt. Of van de... van de granny. En de laatste. In de steek. Het haken gaat wat onhandiger momenteel, want ik heb een ontstoken vinger. Dus dat is even wat minder. Kijk, hij groeit alweer lekker. Nou, gaan we weer. 1, 2, 3, 4. Drie stuks. In de hoek weer 3 stokjes, 3 losse, 3 stokjes. En dan gaan we door met 3 stokjes tussen de groepjes van 3 stokjes. En ik gok dat ik nog 1 toer nodig heb. Even kijken. Ja, dat is een goede gok. Nou, 3 om omhoog te gaan. Nog 2 ernaast, zodat je hier weer een groepje van 3 hebt. Zijn we weer bijna bij de hoek. De hoek is steeds 3 stokjes, 3 losse, 3 stokjes.
En dan maken we de toer nog af. Moet ik wel mijn steken netjes maken natuurlijk. En de laatste zijn weer twee stokjes. En één stokje in de derde losse. En dan is de granny af. Ik vond hem super leuk. Ik vond hem ook super leuk om te maken. Blok hem nog wel even, want dan is hij mooier in model. Een asymmetrische granny. Ja, ik vond hem helemaal leuk. Super veel plezier weer met het haken. En tot de volgende keer.